In vraag 1.7 is het de eerste keer dat we gaan proberen om met de clone stamp tool foutjes weg te werken. Nu, in dit geval gaan we proberen een mast van een huis weg te werken. Zo gaan we dat doen. Ik zal eens even de foto openen. Eens even kijken bij afbeeldingen. Hier staat de foto van het woonhuis. De bedoeling is dat we deze mast, die hier in de hemel uitsteekt, in het wolkendek uitsteekt, dat we die zullen wegwerken tot dit resultaat. Zo. En wat we eigenlijk gaan doen is een beetje vals spelen. We gaan de kleur die hier juist langs de mast staat, of het oppervlak dat hier juist langs de mast staat, gaan we eigenlijk plaatsen over de mast zelf. Dus het is niet zo dat we de mast gaan deleten of wegwerken, maar eigenlijk gaan we het stukje dat links of rechts natuurlijk, wat er het meeste op lijkt, dat stukje gaan we kopiëren eigenlijk en klonen over de mast. En hoe kleiner dat je die stapjes doet, hoe kleiner dat je dat doet in die stapjes, hoe mooier het eindresultaat. En om een beetje vlot te werken gaan wij een grootte van 10 gebruiken. Nu, om daar goed in te kunnen werken ga ik eerst inzoomen natuurlijk op die mast. Dus nu staat de afbeelding op 200%. Ik zorg dat via de schuifbalken de mast in beeld is en dan krijgen we hem hier. Ik zal eventjes de kleuren hebben nu niet nodig, dus ik kan hem even sluiten. Je weet waarschijnlijk al dat je via venster kleuren altijd dat dock of dat venster kan teruggaan. Nu, we gaan werken met de clone stamp tool of de klonentoets in het Nederlands. Als ik die indruk, dan krijg je dit symbooltje, een fotosymbooltje met een cirkeltje bij. Nu, als je een startpositie wilt gaan aanduiden, dus stel dat ik zeg ik wil dit vak gaan klonen over de mast, dan ga je op de startpositie staan, je drukt de Ctrl-toets in, dan krijg je zo'n anker. Ik zal hem eventjes loslaten, krijg je terug de foto. Als ik op de Ctrl-toets druk, dan krijg ik het ankerteken. Als ik nu met de linkermuisknop klik, dan heb ik mijn ankerpunt vastgelegd. Je ziet, dat wordt zo'n beetje doorzichtig. Dus hij gaat dit stukje klonen. Dus als ik nu met de linkermuisknop op de mast druk, dan krijg ik dit effect. Hij heeft deze genomen en heeft die over de mast gekopieerd. Dus datzelfde doe ik eigenlijk hier. Ik ga opnieuw op de Ctrl-toets drukken, hierover klonen. Ctrl-toets drukken, links klikken, klonen over de mast. Je ziet dat ik een puntgrootte van 10 heb. Hoe groter dat ik dat hier maak, hoe groter natuurlijk mijn cirkel wordt. Maar je gaat goed moeten opletten als hier veel kleurschakeringen in zijn. Hoe groter dat je dat neemt, hoe feller dat die kleurschakering doorloopt en hoe minder mooi je eindresultaat wordt. Dus hoe kleiner, hoe beter. Nu, in dit geval, omdat dat wolkendek vrij effen is, zal ik eens eventjes vergroten tot 20. De Ctrl-toets naar links. Ik zal het een aantal keren herhalen. Ctrl en naar links. Ctrl links. Ctrl. En we zijn er bijna. Ctrl links. Zo. Voilà. Als je heel erg goed kijkt, zie je dat we even gevoeteld hebben. Maar je gaat zien, als we de afbeelding gaan verkleinen tot 100%, is nagenoeg niets te zien van het feit dat we eigenlijk wolkendek gekopieerd hebben over de mast heen. Vervelender zou het zijn als je een stukje moest gaan uitsnijden. En dat ook, dat kan je even goed kopiëren en dan op een nieuwe plaats gaan plakken. Maar je gaat zien, als je dit doet, kijk, je ziet het eigenlijk nu al, dan blijft je veld eigenlijk er vrij onnatuurlijk uitzien. Dus ik ga het even ongedaan maken. Dit is ons eindresultaat. Ik ga even kijken of we nog iets specifieks zoeken. Nee, de antenne tegen het huis hoeft niet weggepoetst te worden. Dus onze afbeelding is al afgewerkt, is klaar. Dus ik ga die nog snel bewaren. Bestand opslaan als. In de oplossingenmap. Woonhuis als JPEG bestand. Geen probleem. De kwaliteit mag bewaard blijven. Ik druk op OK. En onze afbeelding is klaar. We gaan nog eens eventjes misschien kijken. Ik open mijn verkennervenster. Zo. Ik ga naar het bureaublad. Ik ga naar fotobewerking. Daar staat hij. Ik ga eens eventjes de afbeeldingen bekijken. Hier is de oplossing. Dus als ik hier even het woonhuis rechtermuisknop kopieer. Of ik ga dat even eerst hernoemen. Woonhuis klaar. En ik doe rechtermuisknop kopiëren en ik zet het in dezelfde map als afbeeldingen. Dan kan ik je duidelijk het verschil laten zien. Plakken, woonhuis en woonhuis klaar. Als ik het nu even open met een standaard programmaatje van Windows, bijvoorbeeld de fotoviewer. Ik sleep deze ook in het scherm dat ik aan het opnemen ben. Dus ik maak het wat kleiner. Dan kan je, als alles goed is, dat is misschien een beetje te klein voor jullie. Dus als alles goed is, kan ik hier naar de rechterkant drukken en je gaat, kijk, duidelijk heel goed het verschil zien.
Woonhuis met mast, dus zo. Zonder mast is zo. Dus het resultaat is eigenlijk zeer proper gelukt. Op naar de volgende oefening.